Binnen de rechtspraak zijn er deze week enige zaken genormaliseerd. In verband met de COVID-19-crisis was er namelijk een aantal veranderingen doorgevoerd. Dit zegt de deken van de Orde van Advocaten, Samantha Gujraj, vandaag in het ATV-programma COVID-19-update. Volgens haar wordt er meer digitaal gewerkt. De zittingen zijn volgens Gujraj zoveel als mogelijk uitgesteld. Echter zegt zij dat er onder andere wel een kort geding ingediend kan worden die een dringend karakter heeft. De zaak wordt dan getoetst als het daadwerkelijk een spoedkarakter heeft. De deken van de Orde van Advocaten gaat in op andere aanpassingen. Deze week kan je nou ook nieuwe zaken indienen. Okay. Dus dat is ook redelijk genormaliseerd. Je mag in het gebouw voorheen, mocht iedereen, als je de voorschrift in acht nam, mocht voor iedereen naar binnen. Nu willen ze maar 10 mensen in de ruimte. Dus dan moet je bedenken, je hebt de rechter, je hebt de griffier, eventueel de deurwaarder. En dan heb je eventueel de bewaking, dan zit je al op 4 vaste mensen. Mm-hmm. Dus dan waren er nog om en bij 6. Wij hebben 5 vaste waarnemers gekregen. Dus dat zijn 5 mensen die wij zelf als orde mochten aanwijzen. Die namens ons gaan naar de zittingen en de uitspraken aanhoren. Ja. Want voorheen gingen dan de advocaten zelf of ze stuurden hun klerken. Maar het was echt lekker druk, gezellig. En nu hebben we dus 5 vaste waarnemers die namens iedereen gaan. En elke advocaat heeft dan die is 1 van die 5 uitgekozen. En die nemen dan waar en die kan je dan bellen. Okay. De voorgeleidingen gebeuren nog steeds deels telefonisch. Ze hebben er een kleine verandering in gebracht om te beslissen als de arrestant echt aangehouden moet blijven worden of verlengd mm-hmm. wordt. In eerste instantie wordt die nu wel weer gebracht naar het parket, want de arrestantenvervoer was helemaal stopgezet, dus dat is nu weer op gang gekomen. Maar er wordt nog heel veel telefonisch gedaan. Dus jij kan dan als raadsman of raadsvrouw kan je dus naar het politiebureau gaan en van daaruit wordt er gebeld en dan kan je daar van daaruit je cliënt bijstaan. Of je kan naar het kantoor gaan van de rechtercommissaris en dan wordt ook telefonisch wat er gebeld of speakerfoon. Ja. Dus dat is dan 1 verandering. Verder zegt Gujraj dat de COVID-19-crisis ook enkele uitdagingen heeft gebracht voor de advocaten. Deze moeten nu hun technische en ICT-skills opvoeren, gezien zoveel via e-mail gaat. Wat vervelend is dat de vonnissen nu, het is niet fijn als niet jouw eigen vaste waarnemer gaat of je klerk gaat om de vonnissen aan te horen. Dus dit is ook een uitdaging, want krijg je de juiste informatie, daarna ja. moet je de griffier bellen. Hoe moet je daarna aan je vonnis komen? Als je aankomt bij het kantongebouw, is er nou een tent buiten gezet met stoelen. Je wordt een paar mensen mogen maar naar binnen. Dus ja. het is allemaal, het is een uitdaging. Omdat we ook een heel expressief beroep hebben. Mm-hmm. Dus je wordt eigenlijk aan banden gelegd op dit moment. Hè? Het is verre van de ideale situatie, maar we hebben er wel begrip ja. voor. Samantha Gujraj, deken van de Orde van Advocaten. Zij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19-update.